Er komt een schadefonds voor de agrarische sector. Landbouwers die door de zware regenval en de wateroverlast schade hebben ondervonden, zullen uit dit fonds een tegemoetkoming krijgen. De Raad van Ministers gaf gisteren goedkeuring aan dit fonds. LVV-minister Pralat Seudin zegt dat landbouwers kunnen rekenen op een vergoeding. Alleen is het moeilijk om het volledig bedrag van geleden schade uit te betalen. Ik wil niet zeggen dat we voor 100% gaan kunnen vergoeden, maar in elk geval de registratie van de boeren is al begonnen. En ik heb al een heel stapel hier van boeren die alvast de afgelopen paar weken die al in problemen zaten. En ze hadden aangemeld op de kantoren van LVV. Dus een heel stapel hier van die boeren die geregistreerd staan. Hun naam, hun adres, welke gewassen ze geteeld hadden. De oppervlakte was. En een schadebeeld van slecht tot een. Anderen hadden gewoon een deel van hun oogst en dan waren ze kwijt. Dus zo'n schadefonds, dat is dan nu in het leven geroepen. Behalve het schadefonds zijn er ook schadeunits opgezet. De schadeunits zijn een samenwerking tussen de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling en Sport. Centraal op het hoofdkantoor aan de Lidse Friesdelaan, maar boeren kunnen zich ook wenden tot alle ressourcekantoren en de Ryan-kantoren van LVV. En zij die zich daar aanmelden, die gaan formulieren moeten invullen. En daarna zullen er veldoriëntaties plaatsvinden om te kijken of het inderdaad waar is dat die schade geleden is. En dan zullen die gegevens verwerkt worden en dan bij het ministerie van Financiën ingediend worden. Dat geldt niet alleen voor de landbouwers, maar ook voor de veetelers. Of je nou een kippen kweekt of andere soorten vee. Ik merk dat ook heel wat melkboeren een probleem hebben gehad. Dat hun weilanden onder water was. Nog steeds is. Dat alle gras daar verrot, kapot gaat. Gras kunnen ze niet genoeg vinden, waardoor ook de melkproductie omlaag gaat. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren tijdens een spoedpersconferentie.